Hoe vaak kom je hier nou? Nou, zo min mogelijk. In 1988 streek Jan de Boer met zijn vrouw neer in Westwoud om daar fruit te telen. Uiteindelijk werd het een succesvolle zorgboerderij. Tot 10 jaar geleden plotseling iemand voor de deur stond om te vertellen dat de Westfrieseweg dwars door hun terrein zou lopen. En het bedrijf daarom moest wijken. Wat een rommeltje, Gert-Jan. Is de kaal? Ja, je moet je takken. Oh, ik kap mes mee moeten nemen. Ja, ik denk toch, er was geen andere mogelijkheid. Dus we hebben er wel vrede mee dat het wat we hier hadden, dat het achter ons is. Achter ons ligt. De fruittelers werden uitgekocht. Maar de noodgedwongen verhuizing naar Lutjebroek zorgde uiteindelijk ook wel weer voor wat moois. Ja, wij zijn er in heel veel opzichten op vooruit gegaan. Het is allemaal nieuw. Het was niet leuk dat we weg moesten, maar omdat je dan als je iets nieuw bouwt, dat je het allemaal kunt maken zoals je dat zelf zou willen. En omdat je al de ervaring hebt van waar een zorgboerderij een beetje aan zou moeten voldoen. En dat hebben we hier allemaal kunnen neerzetten, dus dat is, wij zijn hier heel erg blij mee. En dan is een bedreiging is voor ons nog wel een hele grote kans ook geworden.